Dit is een frituur. Ja, dat zie je heel erg goed. En wat ik ooit al wilde doen als kind is een keer iets in de frituur doen wat helemaal niet in de frituur hoort. Dus vandaag gaan we dat doen in deze video. We hebben bijvoorbeeld roze koeken. We hebben bijvoorbeeld pizza. We hebben pannenkoeken. We hebben Oreo koekjes. We hebben een banaan. Ja, hier ligt nog meer. We hebben allemaal snoep en troep. We hebben een appel die we gaan frituren. We hebben zelfs ook gewoon aardappelen. Ik weet ook niet waarom. Kunnen we er ook gewoon in pleuren. Nou, Jeroen, heb je al zin in lunch? Ik ga het even mooi neerleggen. Is hij al op temperatuur? Want we hebben dus al olie erin. Kijk eens even aan. Dit is goed heet. Eerst het beste wat je erin gooit. Frituurpan ontploft. Einde video. Nou, dat kan dus wel. Want we hebben dus heel veel suikerachtige spullen erin. En dat is echt niet goed. Want suiker kan dus enorm heet worden. Dus er kan iets ontploffen. Daarom hebben we vandaag geen bescherming bij ons. We beginnen met een kruimig aardappeltje. Ja, let's go. Let's go. Lekker, man. Jeroen, aan jou de eer. Moeten we ze eerst ook snijden? Of gaan we nee, ze zo nee, we gaan niks doen. Aan jou de eer. Wacht, nee, niet erin gooien. Dat moet je echt niet doen. Oké. 1 en 2. Ja. Hier gaan we. Gaat hij hoor. Hier gaat hij. Oh. Wat gebeurt er? In het vet. Hij begint in wel meteen vet te bruisen hoor. Oké, hij gaat niet helemaal onder het olie. Dat is niet goed. Maar hey, dat maakt toch niet uit. Dan gaan we gewoon even omroeren. Komt helemaal goed. Zo, ding erop. A few moments later. Jongen, kijk wat hij doet. Jezus. Oh, dit is niet goed. We hebben goed bril nodig. Want als er echt iets ontploft, jongen, heb je vet van 180 graden over je hoofd. Dit is niet goed hoor. Dat ding gaat opblazen. Nee, gast, dit is letterlijk hoe frituren werkt. Oh, Jeroen, doe eens open. Nou. Hij is wel bruin, gast, hè? Ze zien er goed uit, man. Hij is wel bruin geworden. Het ziet er appetijtelijk uit en het ruikt ook goed. Het ruikt naar patat. Waarom heb je trouwens zonnebril? De zon schijnt niet eens. Frituurvet in ons gezicht gaan krijgen. Hij wil geen emotie laten zien. Jeroen! Nee, dat is niet hoe het werkt. Jawel. Oh, wacht, ja, doe maar wel. Oh. Gast, nee! Zo, het ruikt wel goed, man. Operatie aan het doen met Ja, kijk, je ziet al, het hart van dit ding is nog niet goed. Hier, we doen even één stukje terug. Gooi hem weer in. Ja, die gooien we in het vet weer, want het is nog niet goed. We gaan dit proeven, ja? Het is keihard. Het is echt een rauwe aardappel, oké. Okay. Nou, het is gewoon keiharde aardappel, maar hij is wel warm. Zo, maar deze gaat nu wel. Deze gaat. Dit is oprecht niet vies. Ja, zo rauw is hij niet. Je moet er gewoon een stukje afsnijden. Hier, pak die. Kun je dat velletje ook chappen? Ja. Hij moet nog iets langer. Dit is echt lekker, man. Hij is wel echt hard, hoor. Vang. Wow! Zo, deze is echt lekker gast, bruin gebakken. Gast, wacht. Oh ja, die moeten hier zo op staan. Ja, wacht. Ja! Ja! Kijk eens! Dit is een aardappel, man. Oh, dit is lekker, man. Dit is lekker. Dat velletje wat er omheen zit is echt keihard geworden. Goeie shit, man. Dus als je ooit te lui bent om je eigen patat zo te maken... Grapverdamme. Lekker, man. Volgende, een croissantje. Ik ben heel erg benieuwd naar deze, want deze zit natuurlijk al in het olie, toch? Is een croissantje uit in olie uit... Weet ik veel. Hoe maken ze een croissant eigenlijk? Dat is gewoon bladerdeeg en dat tyfus in de oven. Oh, jeetje, hij past er helemaal niet in. Niet eens bijna. Gaas, we kunnen hem omdraaien. Hou je bek. Niks aan het hier. Lekker, kijk, man. We draaien hem zo om. Wow! Kijk eens! Misschien wordt dit oprecht een soort van oliebol. Ik denk het wel. Nee. Oké, deze moet er niet lang in, want anders gaat hij echt verbranden. Dus dat is ook... Oeh, lekker! Oh jeetje. Oh, lekker! Oh ja, lekker! Kijk, we eindigen deze video met de chocoladingen, want dan gaat het hele ding onder de troep zitten. En dat vet gaat misschien alle kanten op knallen. Dus dan moeten we echt oppassen. Maar de kinderen in Afrika kunnen dat frituurvet. Oh, deze is lekker, man. Dit is bruin geworden, joh. Ja, dit ding erom. Het is echt sick. Maar hij is wel heel sompig. Hij is niet krokant of zo. Niet? Nee, joh, hij is juist zacht. Gast, hij is helemaal volgetrokken met vet. Oh, dat is lekker, man. Nee, dat is niet lekker, want het is pure vet wat je opschapt. Yo, ruik dit! Dit ruikt net alsof je vanochtend bij de bakker is gemaakt. Nou, hij is vol met olie. Niet verkeerd. Maar is niet verkeerd. Hij is wel echt vet inderdaad. Deze is gewoon geslaagd. Dit is echt fantastisch. Lekker. Daar gaat hij dan. De pannenkoekjes. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik denk dat hij ook wel lekker is. Want het is natuurlijk sowieso al in vet gemaakt. Hij blijft draaien. Nice. Oh, hier gaat hij. Heel sick. Oeh. Zo, het komt door al die gaatjes die erin zitten. Wow. Pas op, hij ploft! Hij ploft. Wacht, dit verandert nu gewoon in een wafel, toch? Ja, dit wordt inderdaad een soort wafel, dit inderdaad. One eternity later. Joh, er zit al zoveel vet op. Hoezo? Dit ding is echt helemaal zacht geworden. Wat? Kijk, het is een soort van spons. Afdruppen. Het is een soort spons. Ah! Gadverdamme, ja, gooi hem erop. Ah! Wow. Nee, ik vind dit niet lekker. Nee, ik voel hem niet.
Gast, dit is letterlijk een verse pannenkoek, hoe je het normaal ook maakt. Als je een pannenkoek... Hoe maken jullie je pannenkoeken? Nee, als je een pannenkoek... Je hebt je bek vol met vet zitten. Er zit heel veel vet in. Maar als je een pannenkoek vers maakt, proeft het precies zo. Hé, jongen, gaat dit goed, man? Ik ben er niet helemaal mee. Dit is tering lekker. Chips. Chips is sowieso natuurlijk in vet gebakken, maar we gaan het dubbel in vet bakken. Dus het wordt waarschijnlijk hele vette chips. Ik denk wel dat ik het antwoord hierop weet. Ik denk echt dat het namelijk heel lekker gaat... Weet je wat ik me nu besef? No. Als ze chips vers maken in de fabriek, dan komt het ook warm uit het vet. Heb je ooit warme chips gehad? Wat je zo meteen gaat proeven is letterlijk hetzelfde als in de fabriek. Verse chips. Paprika poeder gaat eraf, ja. Ze worden, het wordt natuurlijk. Ja. Gast, ruik het. Je ruikt al die paprika poeder los. Ah, vet in mijn ogen. Oh, damn, dit is sick. Zo, het ruikt wel echt tering lekker. Zo, kijk, het vet is helemaal oranje. Of was het al zo? Nee, dat was niet zo, hè? Dat was niet. Jeroen, gaan we dan. Holy s***. Wat tering lekker. Wauw. Dit is fantastisch. Zo, hé, maar die paprika poeder die is er echt helemaal vanaf gegaan. Maar hij is wel echt tering lekker. Gast, dit is fantastisch. Probeer het oprecht een keer. Vraag gewoon naar je ouders veel. Pleur een keer Doritos chips in. Het is echt lekker. Stoep pizza. We gaan de pizza in de frituur gooien. Tot nu toe hebben we echt alleen maar lekkere dingen gehad. Dat had ik echt niet verwacht. Ik denk dit wordt dus zo'n stomme video waarin we domme shit gaan proberen. Maar dit is echt, probeer het thuis gewoon een keer. Als je iets denkt van, oh, misschien is het wel lekker om in de frituur te gooien, doe het gewoon. Ik verwacht veel van die pizza. We gaan hem erin gooien. Gaan we naar Jeroen? Ja. Hoppakee. In het vet. Ja hoor, hij drijft. En onder water, wacht nee, ik doe hem zo onder water, want dat kaas gaat heel snel verbranden. En we willen natuurlijk niet dat het kaas verbrandt, dus we moeten nog heel even wachten. Oh, zo. Ik heb een poepje glazen. Ik druk hem onder het vet, daar gaat hij dan. Oeh. Eén keer. Zo. Een pizza in het vet. Ja. Zo, oké, dit is genoeg. Kijk het kaas wel meteen. Kijk de kleur veranderen. Ja, precies. Dit ruikt echt naar een vette pizza of zo. Nou, weet niet. Het ruikt gewoon naar als je een tosti met salami maakt of zo. Ja, maar het is echt de geur als je patat gaat eten en de geur als je pizza gaat eten. Dat gecombineerd. Dus frituur met pizza. Dus het is een beetje een gekke geur. Oh, dit is heel dom. Dit is echt heel dom. Oké, we laten hem even uitdruipen, want dit is natuurlijk niet normaal hoeveel olie erop zit. Oh. Ja. De kaas is gesmolten. Oké. Dan gaan we naar hier. Oké. Gadverdamme. Wat lekker. Wel een stukje met vlees bij natuurlijk. Ik wil ook weten hoe dat vlees proeft. Gast, dit is een fantastische pizza. Dit is echt een... Holy shit. Dit is niet normaal. Hij is echt tering lekker. Ja. Hij is ook zo perfect krokant. Ja, daarom. Hij is echt perfect. Wat? Hoe kan dit? Dit is echt mega. Ik zit me nu te bedenken. Als je bijvoorbeeld met een groep pizza wil eten en je moet echt vet lang wachten. Omdat iedereen natuurlijk die pizza 10 minuten in de oven moet hebben of 20 minuten. Gooi hem gewoon in het vet. Het duurt 2 minuten per pizza. Of per stuk. Want ja, die frituur is natuurlijk niet heel groot. En het is een fantastische pizza. Je krijgt wel 300 calorieën meer per pizza. Omdat dat vet, dat zuigt er heel mee. Maar het is fantastisch. Jeroen heeft ons helaas moeten verlaten omdat hij naar het ziekenhuis is afgevoerd. Omdat hij te veel olie in zijn buik... Nee, Jeroen moest even naar de tandarts, dus die komt misschien zo nog terug. Maar we gaan ondertussen gewoon lekker verder. En ik weet niet waarom, maar echt alles wat we tot nu toe erin hebben gegooid was gewoon lekker. Maar we gaan steeds naar ergere producten. Want we gaan nu bijvoorbeeld een banaan doen. Nou, een banaan zou eigenlijk een soort van gebakken banaan moeten worden. Dus die is heel erg chill. Dan hebben we nog wat donuts over. Dat moet denk ik ook wel lukken. Maar daarna gaat het helemaal de mist in. We hebben ook nog een appeldag dat helemaal fout. We hebben roze koeken. Dat knapt uit elkaar. Waarschijnlijk hebben chocola. Nou, chocola moet je echt niet in de frituur gooien. En biggetjes, ja. Biggetjes gaat waarschijnlijk ook helemaal fout. Nou, er zit nog een beetje pizzarest in, maar dat maakt niet uit. We leggen hem in het vet. En daar gaat onze banaan. Woehoe! Er komen allemaal belletjes uit. Dus dat is een goed teken, of niet? Oh, en heb je trouwens al wonderwater gekocht? Want het is bijna uitverkocht. We zijn inmiddels bezig met batch 3 alweer. Dus dankjewel voor alle bestellingen. Als jullie deze video heel erg leuk vinden, dan wil ik misschien voor een andere video zoveel mogelijk producten gaan paneren in paneermeel. En dan ga ik dat ook frituren. Dus bijvoorbeeld een appel in paneermeel. Of dus een gebakken banaan in paneermeel. Want volgens mij moet een gebakken banaan ook in paneermeel. Maar we doen het nu dus zonder. Dus we gaan even kijken hoe het resultaat is. Maar als je graag die video wilt zien, laat het dan even achter. Oké, ten eerste de textuur. Hoe ziet die eruit? Is die knapperig? Nee. Is die sompig? Ja. Zit die vol met vet? Ja. Je ruikt bijna niks. Beetje geurloos. Zo.
Maar dit is lekker. Dit is letterlijk een gebakken banaan. 10 seconds later. Oh, ik ben benieuwd naar deze. We gaan een donut in het vet gooien. Dit gaat sowieso lekker zijn, want de donut is eigenlijk al 1,5 vet. Kijk, je ziet het gewoon, het is helemaal vochtig nat. Ik weet niet hoe dat suiker reageert trouwens, maar dat is waarschijnlijk niet goed. Dat gaat heel erg heet worden. Of dat gaat misschien zelfs wel verbranden. Zo, nou deze hoeft denk ik ook niet lang. We laten hem er even in zitten. Zo, nou, de donut is helemaal bruin geworden. Wat? We leggen op het bordje. We snijden er even een stukje af. Oh, hij is hartstikke nat. Nee, gadverdamme. Het suiker is eraf, dus je proeft geen suiker meer. Het is heel erg saai qua smaak. En het zit vol, maar ook echt vol met vet. Voor de vogels. Ja, ik heb ook een appel gekocht, want ik ben heel erg benieuwd hoe zal een appel smaken als je die frituurt. Want je kan ook zo'n appel met een laag eromheen, weet dat ook alweer. Je kan een appel toch ook bakken of zo. Ja, je kijkt me zo dom aan, maar hoe heet dat? Ja, dat moet jij weten, jij kent dat. In ieder geval, we gaan het doen. Een appel erin. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is of heel lekker of dit is echt of niet. Teleurstel. Oh, holy shit. Pas op hoor, straks knalt hij. Wat? Hij knalt ineens. Oké, we draaien hem even om. Ik denk dat er olie in zit of zo. Oh, ik weet het al. Ik denk dat het olie in contact is gekomen met het vocht in de appel. Dat hij daarom zo moeilijk doet. Oké, we doen nog een keer. Pas op hoor. Afstand, serieus. Dat knalt hij echt uit elkaar. Oké, klaar. Stop. Dit is te gevaarlijk. Ik weet niet wat er gebeurt, maar... Wat? We zagen er gewoon een stuk af. Ah. Oké, gaan we dan. Een happie. Ik proef gewoon appel, ik proef letterlijk niks. Oké, weet je wat? We gaan het anders doen. We gooien dit stukje weer opnieuw erin. Want ik proef letterlijk alleen appel. One eternity later. De appel is klaar. Oeh, hij is een beetje bruin geworden. Kijk eens even. Dit ziet er wel veelbelovend uit. Even kijken, we zagen er een stukje af. Doe me denken aan appeltaart, maar het is in principe gewoon warme appel. Ik proef bijna geen vet. Ik denk dat het vet niet blijft vastzitten aan die appel. Wederom, niet geslaagd. Deze is... Niet boeiend. Het is tijd voor het snoepgoed. En nu gaat het helemaal fout. Dit is ook gevaarlijk. Ik heb me niet ingelezen op internet wat er kan gebeuren. Maar suiker is niet goed in frituur. Dat mag niet heet worden. En dit is 190 graden deze frituur. We gaan beginnen met de Oreo. Ik denk dat de Oreo nog wel meevalt. Maar pas wel op hoor. Straks knalt hij een keer. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. 10 seconds later. Oh, hij smelt. Ik voel het koekje zacht worden. Oké, hij moet eruit. Oeh, het koekje gaat vast maar anders breken. Hè? Dat is ook weer niet de bedoeling. Haal maar. Oh ja, kijk, hij breekt al. Dat witte spul, kijk dan. Gadverdamme, dit lijkt op een heel ander goedje. Zo, dit is lekker gek. Zal ik hem in één keer naar binnen jassen, dat ding? Ja, dit is heel lekker. Nou, ik proef wederom geen olie. Wauw, dit had ik niet verwacht, maar de Oreo is geslaagd. En dit gaat misschien helemaal fout, want dit is echt één aangekoekte suikerlaag. Roze koeken. Kunnen we eindelijk het roze koekenspel doen? Haha, leuk, geinig. En ik... Oeh, kijk, het smelt gelijk. Het smelt echt gelijk. Dus we wachten even. We duwen hem zo even onder. Want het gaat vooral om de onderkant van deze koek natuurlijk. Die moet lekker vol met olie gaan zitten. En klopt dit wel? Ja, dit ziet er best goed uit. Dat suiker moet gewoon lekker intact blijven. Anders dan gaat het allemaal in het vet komen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ik ga hem even onderduwen. We gaan even proberen. Ik weet niet of dit slim is. Dan gaan we dan 3, 2, 1. Hoppakee. Ja, dit is niet slim. Dit is niet slim, maar wel. Hij moet eruit. Zo, die roze laag, joh. Oh. Kijk, gaan we hem even door midden snijden. Kijk dan. Dit gaat denk ik wel lekker zijn, hoor. Ja, dit is echt lekker. Dit moet je proberen. Dit is echt lekker. Als een vers afgebakken taart of zo. Ah joh, dit is lekker man. Lekker met je vet man. Dit is toch lekker. Dan hebben we nog twee dingen over. En deze twee gaan sowieso fout. Ik weet niet met welke ik ook moet beginnen. Ik denk eigenlijk dat ik met het biggetje wil beginnen. Want dat chocola gaat alle kanten denk ik op smelten. We gaan eerst een biggetje erin gooien. Let's go. Zo, die zinkt gelijk. Oh, die is vastgekoekt aan de bodem. Oh, kijk dan. Oké, haal hem even boven water. Want hij plakt dan alles vast. Dat zie je ook. Kijk, hij is dikker geworden, joh. Kijk dan. Oké, we gaan het eerst zo proberen. Ik wil eerst even zo een stukje proberen. Oh, kijk dan. Een warm biggetje. Ah, gadverdamme. Is dit niet heel gevaarlijk nu? Omdat het... Nou, het proeft echt als gesmolten snoep. Ja, eerst ook. Best oké. Zo slecht is het niet, hoor. Heel slecht voor je tanden waarschijnlijk. Het is gewoon een lekker zacht snoepie. Oké, ik ga er nog even eentje gooien. Deze gaat er wel lang in. Dus dan gaat hij dan. Hoppakee, in het vet. 10 seconds later. Hij komt bovendrijven. Kijk dan. Dit ga ik niet eten, hoor. Dit is zo chemisch. Holy f***, is hij nou zwart? Oh, hij laat los. Ah, haal hem eruit. Gadverdamme. Oké, ik ga een stukje proberen. Ik moet het wel even proeven voor de video natuurlijk. Nou, dit is niet goed. Dit is een roze stront gewoon.
Je eet het ook. Nou. Ah. Maar volgens mij, als je een snoepje in het vet gooit, dan wordt het uiteindelijk gewoon een lolly. Want het plakt nu keihard aan mijn tanden, net als een lolly. Ja, doe het thuis niet na. Het zit echt helemaal aan mijn tanden. De allerlaatste. En het gaat nu waarschijnlijk om een fout. Ik zeg trouwens al de hele video dat het fout gaat, maar eigenlijk ging alles gewoon perfect. Dus, we gaan het zien. We gooien wat Maltesers erin. Oeh, daar komen ze. Even een paar. 4 balletjes maar. Dat vind ik echt meer dan genoeg. Ze plakken nu al vast volgens mij en daar gaan ze dan. Oké, ik ga er alvast 1 uithalen, want anders gaat het... Oh. Wow, je ziet gewoon die bal erin. Mmm. Nee. Ik dacht eerst even lekker, maar het plakt ook allemaal af. Dit proeft als verbrand chocola. Haal het eruit. Dit moet eruit. Oké, we gaan er nog even eentje proberen. Kijk dan. Gadverdamme. Ik druk er even 1 plat. Kijk, nou, dit is een Malteser, hè. Dit is echt stront. Oké, ik ga er nog even eentje eten. De bijtje is eraf. Hij plakt aan je tanden. Nee. Jeroen is nooit meer teruggekomen. Geen idee waar Jeroen is gebleven. Maar dit was weer de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Dit was wel een geslaagd experiment. Vooral de pizza was lekker. De chips was lekker. En ja, de rest was gewoon oké, prima. Doe dit thuis vooral wel na. Gewoon lekker doen. Lekker boeien. Zo gevaarlijk is het allemaal niet. Valt allemaal best wel mee. En tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.